De onderneming van het jaar is voor Schaap Holland. Ik wil sowieso natuurlijk de mensen bedanken die onze naam genoemd hebben, om het mogelijk te maken om door de jury gekozen te worden. Natuurlijk ben ik dankbaar verschuldigd aan alle medewerkers van ons bedrijf, want ik alleen doe het niet. Ik heb meer dan 125 medewerkers die daar iedere dag keihard voor werken. Ik ben zeker verrast, omdat ik het al eens eerder gewonnen heb. Dacht ik van, deze keer zullen ze vast iemand anders kiezen. In 2009 werd als bedrijf ook de prijs gewonnen. Ja, het is natuurlijk moeilijk om van jezelf te zeggen, maar waarom heb je hem gewonnen? Ik denk dat we als aardappelbedrijf een speciale positie nemen in de markt en een hele brede markt bedienen. Mensen die Schaap Holland niet kennen, kun je in het kort uitleggen wie jullie zijn en wat jullie doen? Schaap Holland die doet de ontwikkeling van eigen pootgoedrassen en vermeerderen en vermarkten wereldwijd. Daarnaast verpakken we aardappelen voor de retail in Nederland. We schillen aardappelen voor de retail en de foodservice in Nederland. En daarnaast handelen we in aardappelen in 25 kilo zakken in heel Europa met diverse rassen. We zijn afgelopen jaar gestart met een nieuwe verpakkingslijn met sous-vide gegaarde producten. En dat zijn aardappelen die langzaam gegaard worden in verpakkingen met daaraan toegevoegd kruiden en olie. Zodat ze heel erg smaakvol en snel op tafel kunnen. We zijn hier op de bijeenkomst van de OVDD. Wat betekent de OVDD voor je? OVDD is een krachtig netwerk voor de gemeente Dronten. En ondersteunt de ondernemers heel erg goed in de gemeente. En jullie hebben hem in 2009 gewonnen. Jullie buren hebben hem 2 jaar geleden gewonnen. Jullie nu weer. Het is een soort goudkust in Biddinghuizen. Ik denk zeker dat in Biddinghuizen een hele goede plek is om je te vestigen als ondernemer. Eensgezindheid. We zijn ook dit jaar bijvoorbeeld weer bezig met een zonnepanelencollectief. En dat soort dingen, dat pakken we makkelijk op met elkaar. Ik zal hem voor op de vensterbank zetten. Als je daar voorbij rijdt, dan kunnen we er weer naar zwaaien.